De digitalisering van de overheid gaat razendsnel. Eén ding is zeker, dat gaan we niet tegenhouden. Waar we het wel over kunnen hebben is wat voor impact digitalisering heeft op hoe wij als overheid ons werk doen en hoe we als overheid een impact op de maatschappij hebben. In 6 afleveringen ga ik dit soort vragen stellen en ik probeer het op een manier te doen dat ook mensen zonder IT-achtergrond het allemaal kunnen begrijpen. In het eerste inzicht gaan we in op onze digitale identiteit. Wat voor vraagstukken spelen rondom onze digitale schaduw? In het tweede inzicht gaan we in op digitale inclusie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in onze digitaliserende maatschappij mee kan komen? In het derde inzicht gaan we in op de impact van platformen op ons leven. We gaan op bezoek bij Booking, Google en Netflix en vragen ons af wat voor rol mogen en kunnen deze platformen spelen in onze maatschappij. Het vierde inzicht gaat in op de rol van algoritmen binnen onze overheid. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met automatische beslissingen die een algoritme voor ons als overheid nemen? Het vijfde inzicht gaat in op onze digitale grondrechten. Hoe zorgen we dat die digitalisering van onze maatschappij op een ethisch verantwoorde manier plaatsvindt? In het zesde en laatste inzicht gaan we in op de digitale infrastructuur van onze overheid. Hoe gaan we om met alle data die binnen onze overheid beschikbaar is? En hoe organiseren we de infrastructuur waarop deze data vervoerd wordt van organisatie naar organisatie op een effectieve manier? Ga naar omook.nl en volg vanaf 15 januari de omook Digitalisering doet ertoe.